Zwembaden, arena's, een kerk, farms, glijbanen, hele hoge torens. Koetlife? En supercoole achtbanen. Het wordt nu allemaal gebouwd in de Rikachu Community Minecraft server. En ik ging live op stream checken wat de community allemaal al had gebouwd. Wil jij ook in deze server? Check de beschrijving en join de Rikachu Discord server. Het begon allemaal een beetje warrig. Welkom allemaal in deze Rikachu Community Discord ding server. Weet ik hoe ik het noemen moet, maar... Ik vind dit wel interessant, zo omhoog kijken. Hallo, ik ben weer met je. Wie ben jij? Laten we lekker gezellig een rondje gaan lopen. Maar Rick, weer aan de Minecraft, vraagt Anouk. Nou ja, weer. Ik heb dit bijna nooit gespeeld. Ik heb natuurlijk wel een Noobcraft even gedaan op YouTube. Maar het was een idee vanuit de community. En toen hadden we zoiets van, ja, ga maar doen. En we kijken wel waar het schip strandt. En inmiddels is volgens mij allemaal super vette dingen gebouwd. Dus ja, vandaag gaan we eens even kijken. Maar daarna gingen we al snel naar het eerste en tot nu toe grootste dorp. Shu en Russel die staan al klaar en ik zie Selinia daar ook daar lekker zitten. Dat is een Harry Potter boek dit. Ja, in de gechten. Lijp. En als je dus level 30 bent, dan kan je dus of allemaal dingen unlocken met het boekje in deze server. Of je kan een mooi zwaardje erin doen. En dan krijg je gekke achievements. Oh. Okay. Qua achievements, ja, betoveringen, enchantments, upgrades, ja. Dat vind ik leuk, daar ga ik voor spelen. Ik ben al level 2, dus ik ben er bijna. Ja. bijna. Oh, dit is de kerk. Yo, ik vind dit zo... Maar weet je wat ik wel lijk vind? Dat jullie gewoon een pride vlag ding in het raam hebben. In de kerk, dat vind ik wel lijp. Ik nam even de rol van dominee op me. We gaan beginnen! Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Wow. Oh, ik moet denk even eten ook ondertussen. Pap. Erik, je kan je vast nog wel gisteravond herinneren. Die zonder meesten, die komen er weer aan. Ja, daar hebben mensen niet in bed geslapen. Oh my god. Dus je ziet mensen met bogen, wordt gelijk geschoten. We staan toch in de licht? En toen gingen we door naar de rest van het dorp. Holy shit, hoeveel kippen hebben jullie, gek? What the... Hoor ze gaan ook, jongen. Morlee zegt kipitalisme. Dat vind ik ook een mooie. Kipitalisme. Oh, er zijn ook gewoon roze en rode schapen. Oké. Okay. Ja. Bijzonder. Dit ging niet helemaal goed. Oh, maar hier kan je ook wel... Dit is wel een cool uitzicht. Kijk dan. Ah! Ja, gewond. Wel een politie, ambulance, politie. Hoe maak je zo helemaal onder water ding, jongen? Super cool. Zwemmen je dan ook vissen en dolfijnen en zo? Ja. Ja. Lijp. Ja, je kan tegenwoordig, ja, dat is al wel een paar jaar, maar kan je dus ook vissen meenemen echt in emmers en zo? Want vroeger zag je die niet zwemmen, nu wel. Dus nu zou je ze ook echt allemaal in het aquarium kunnen doen en zo. Dat is vet cool. Heel grappig dit is, het lekt hier een beetje. De community vroeg mij om een liedje te zingen. En dat doe ik dan ook gewoon. Near, far, wherever you are, heb ik een ei in mijn hand en een koekje voor jullie allemaal. En hierna gingen we door naar de glijbaan. Ja, Rick, je moet even in dit bootje gaan zitten. Oh, oké. Okay. Oh! Oh, grootje. Grootje. Oh. Oh, oh, oh. Nee, oh. Ambulance. Oh, jee. Sirenes. No. Oh, hij zit in de boot. Hij zit in de boot. Okay, politie. Hij zit er ook in te zitten. Bij vaart al meteen hier. Oh, je hebt nee, oh, shit. Ik heb net toch Titanic gezongen. Ga maar binnen. Ik ben Leonardo DiCaprio. Oh, Rick! Spaatje omhoog! Ja. Rick, duw hem omhoog! Hij leeft!
Bel de ambulance, bel de ambulance. Wat ook cool is, gewoon een Pokémon dorp maken of zo. En dan een gym en zo'n battle front en zo. Volgens mij is er al iemand mee bezig. Daar kunnen we straks ook nog wel langs. Wajo. Oh, dit is de camping. Hop de camping. La 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 la. Oh ja, allemaal teentjes. Ik weet wat dit is. Dit is een poort naar de Nether. Ja, dit is dus het zwembad van Shoe, Mariette en Vaarlijk zwembad, joh. Ik zat vast onder de duikplank, gek. Oké, dan moet ik wel even, want ik heb de duikplank gemaakt. Dus dat is wel, dat moet ik noteren. Alleen de monsters, die zijn natuurlijk enge monsters. Dus wat ik toen heb gemaakt, zeiden dat zwembad wilden ze graag. Dan heb ik speciaal voor Russell hier een hele geheime, super geheime, top secret bunker gemaakt. Wojo. Om te ontsnappen van de monsters. Wow, dat is vet cool. Dat is echt cool. En in het begin stonden hier ook allemaal bomen, maar nu is het omgebouwd tot camping, maar het is alsnog top secret natuurlijk. Hè? Oh shit. Na het zwembad was het tijd om naar het volgende dorpje te gaan. Ja, deze tunnel die gaat dus onder dit hele dorp door, zodat je gelijk vanaf het spawngebied hierachter, daar kan je gelijk eronder door. Dan hoef je niet door alles heen te zigzaggen. Wat is daar? Ja, daar is mijn dorp. Je komt achterop, Rick, bij mij. Gaan we achterop bij Shoe. Achterop de boot. Zo, dat gaat hard gek. Het is echt super mooi gemaakt. Ja, Lizzie, ik vind het echt cool. Kijk dat dan! Hele kasteelkerk ding. Ze zijn nog aan het varen. Op het gras. Niet zo rustig. Dit kan ook allemaal in Minecraft. Net niet Hogwarts, zegt Noah. Ja, maar het lijkt wel een beetje op Hogwarts. Dit is het brughuis. Ik had geen huis en ik had geen brug. En het was al laat. Iedereen had huis. Ik dacht, ik bouw gewoon mijn huis op de brug. Dus dit is uiteindelijk mijn huis, mijn beginhuis ook geworden. Met mijn bed erin en zo. Nou ja, dit is nog in aanbouw. Ik sta nog in de stijgers, zoals je ziet. Maar dit wordt mijn opslagkamer. Want ik heb keiveel spullen. Daar word ik nou al gek van. Dus die ga ik hier uiteindelijk in opslaan. Ja. En dan hebben we hier het gemeentehuis. Met een plaatje van een eventuele burgemeester. Okay. Ik weet niet, hij heeft hem voor mij bedacht. Dus okay. Vragen mag je naar ChatGPT. Ja, ik... burgemeester. En door, zeg maar. Ja, dit is dus echt de schuld van AI, hè jongens? Tijd voor een uitstapje naar het gemeentehuis. Ja, dan hebben we hierboven is de vergaderkamer van het gemeentehuis. Dus hier vindt het overleg plaats en zo. Dit weekend zijn de burgemeesterverkiezingen. En dan, ik denk, elke twee weken of zo wisselen van burgemeester. Of in ieder geval, er zijn er nieuwe verkiezingen. Dus dan kunnen we kijken, burgemeesters die beslissen dus een beetje mee als mensen een nieuw land willen claimen. Zodat andere mensen daar niet meer mogen bouwen en zo. Tjoe, wat ben jij aan het doen, joh? Ben jij slak? Ga maar even mee naar buiten. Ja, afgeboeid, hoppakee. Ongeoorloofd gedrag hier in het gemeentehuis. Ja, dan heb ik hier ook nog een toren voor het betoveren. Ja, dit is weer zo'n betovertafeltje met zo'n boekje. Ja. En dit is nog een hoge toren, die gaat helemaal naar boven. Hier moet ik nog dingen inrichten. Dan kunnen we potions gaan maken en zo. Maar met deze trap kan je helemaal de toren op. En heb je een vet cool mooi uitzicht over de wereld. Ja, ik durf nou niet meer op het randje te gaan staan. Want dan donder ik straks weer naar beneden. Ja, hier is het nog hoger, ja. Ook durf het wel. Wow, okay. Inderdaad, ja. Hey, de zon komt ook op nu. Dan heb je daarboven wel mooi uitzicht. Ja, vet cool. Wat gebeurt er? Ja, dat zijn doornen in de struik. Jeetje, dat had je ook wel even mogen vertellen. Ja, nee, dat is tegen indringers. Dus ze werken, moest ik even testen ook. En dan nu het hoogtepunt van deze server. Oké, nou dan gaan we nu naar de heuvel. Dat is eigenlijk een opkomend project. Dat hebben we vannacht opgestart. We hadden nog geen zin om te slapen, dus we dachten, goh, wat gaan we doen? En ja, daar is toch wel een heel bijzonder project ook uitgekomen al. Het is niets meer, niets minder dan... dan Koetland. Wat de... ja? Het wordt een beetje pretpark. Het wordt een beetje, vuurwerk kan je doneren. En dan wordt er vuurwerk afgeschoten vanaf het eiland.
Want je kan vuurwerk maken in Minecraft en dan kan je helemaal effecten geven en zo. En wat plezier voor het hele land. Ja, precies, dat ja. Dus iedereen kan hier naartoe komen voor vuurwerkworkshops, voor attracties in Koetland. Ja, dus, prachtig. Dit wordt wel een trekpleister van de wereld. Ja, en het is vannacht opgezet. Mooi op zo'n berg. Het attractiepark van de server. Ja, dit is mijn favoriete plek tot nu toe. Ja, dat snap ik, ja. In totaal heb ik 3 uur rondgelopen in de Rikachu Community Minecraft server. En in deze video laat ik nog maar 3 kwartier zien. Wil jij meer video's zien of wil je natuurlijk joinen? Doe duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!